Ik ben Madeleine van de Leene. Ik woon hier nu al 5 jaar in de Hoge Mosser, in de Heerlijkheid. Dat zijn hier seniorenflats. Vroeger woonde ik in Bessa met mijn man. Maar mijn man is toen ziek geworden. En naarmate hij meer hulp nodig had, stelde hij voor om misschien een keer uit te kijken voor een flatje. Maar dat was niet bespreekbaar, dat wilde hij niet. Maar hij heeft toen misschien toch gedacht van het zou toch beter zijn. Toen heb ik beginnen rondkijken en toen heb ik dat hier gevonden. En ik vond dat was hier nog in aanbouw. In vele flatjes is er een heel lange wachtlijst. Maar hier heb ik dan inlichtingen genomen en door het feit dat ze nog in aanbouw waren, heb ik hier dan kunnen komen kijken en ik vond dat hier goed. Grote vensters, die binnentuin, maar toen was die binnentuin nog niet, maar ja, je wist dat dat ging komen. En ik heb dan inlichtingen genomen bij de maatschappij, van de huisvestingsmaatschappij. En je moest dan bepaalde voorwaarden voldoen. En de eerste voorwaarde was van een van de twee moest hulpbehoevend zijn. En uw inkomen mocht niet te hoog zijn en je mocht geen eigendom hebben. Ja, die twee eerste, dat ging nog, maar dan moest ons huis verkopen. En dat was misschien wel het zwaarste van die opdracht. Nee, uw huis waar je meer dan 50 jaar gewoond hebt. En je moet dat dan verkopen. Emotioneel was dat wel het zwaarste. Maar een keer dat dat voorbij was en mijn man hier dan kwam kijken en je vond dat hier mooi. En dat was dan zijn droom van hier samen nog enkele jaren gelukkig mogen zijn samen. Maar dat is dan niet gelukt. Hij is gestorven op 10 januari en we mochten hier inkomen op 1 februari. Dus heb ik dat dan moeten voor mij alleen beslissen. Wat ik zou doen. Zou ik hier blijven of hier komen? Of zou ik toch naar mijn huis gaan? Want dat was dan moeilijk, want mijn huis stond te koop. Ik heb dan toch een moeilijke beslissing moeten nemen voor mijzelf, want ik was alleen. En maar ik denk toch dat ik de juiste beslissing genomen heb van naar hier te komen. De jongens waren ook tevreden dat ik naar hier gekomen ben. En zij hebben dan verder al de problemen met het huis en de paparazzen, ze hebben dat dan allemaal afgehandeld. Ik woon nu hier in Kortrijk. Nu vind ik dat hier wel plezant. Ik ben hier graag. Ik ben toch al een beetje Bessegem. Vergeten is niet waar, he. Dat is al altijd. Als ik iets hoor van Bessegem of nieuws en ik hoor de naam Bessegem, ben ik dan geïnteresseerd wat er in Bessegem gebeurt. Maar hier heb ik mij ook heel goed aangepast. Nu is het wel een beetje moeilijk als ik wil naar de stad gaan, of dikwijls met de bus naar Bessegem of om het evenwaar, moet ik tot aan het station geraken en er dan de bus niet rijden, moet ik wel 20 minuten te voet gaan of een taxi nemen. Dat is wel, en dat duurt nu wel meer dan een jaar. De medebewoners zijn hier echt allemaal heel vriendelijk. We hebben contact, maar niet dat we in mekaars huis zitten. We gaan, als er iets te doen is in de cafetaria, worden dan uitgenodigd door de woonassistenten. En daar leer je toch wel wat mensen kennen.